Het parkeerterrein van Schiphol is vrijwel dagelijks overvol. Zeker in deze zomermaanden, nu duizenden mensen per vliegtuig op vakantie gaan of terugkeren uit zonnige streken. Vliegen is niet meer voorbehouden aan de enkeling. Zakenmensen kunnen er niet meer buiten. En steeds meer toeristen over de hele wereld nemen het vliegtuig om snel te bestemde plaatsen te zijn. In 1970 verwerkte Schiphol ver boven de 5 miljoen in- en uitgaande passagiers. En men verwacht, als de groei zo doorgaat, in 1972 een veelvoud hiervan te moeten opvangen. 1175 naar Malaga, aan boord via uitgang nummer C51. Laatste oproep voor IT-vlucht KLM. 41 luchtvaartmaatschappijen doen Schiphol aan en vervoeren passagiers naar 130 steden in 76 landen. En ze hebben allemaal bagage die door 90 mensen in twee ploegen wordt afgehandeld. In de vertrekhal worden de koffers op lopende banden gezet en vervoerd naar een ruimte onder de grond, waar ze op vier carousels worden uitgesorteerd. Een karwei waar de passagiers geen besef van hebben, maar dat vrijwel altijd feilloos verloopt. Eenmaal uitgesorteerd wordt de bagage op wagentjes naar het betreffende vliegtuig gebracht en daar ingeladen. Voor de Jumbo Jet zijn speciale containers ontworpen die 60 stuks bagage kunnen bevatten. Ze worden in hun geheel in het reuzenvliegtuig gezet. In 1970 maakte het chartervervoer al 25% uit van het totaal. Dat is ruim 1.200.000 passagiers. Maar het zijn niet alleen reizigers die Schiphol aandoen. In 1970 kwamen er ruim 1,5 miljoen mensen kijken naar de metalen vogels die uitzwermen en terugkeren. Al met al is het geen wonder dat uitbreiding van Schiphol noodzakelijk is. Er is een vierde pier gepland aan de noordwestkant en een vergroting van het stationsgebouw. Maar ondanks dat zal Schiphol in de toekomst te klein blijken en zal er een tweede nationale luchthaven moeten komen. Waar is nog een open vraag, al schijnt de marker waard hoog genoteerd te staan.